We zijn bij wereld 5, de Tutti Frutti toppen in Kirby's Return to Dreamland Deluxe voor de Nintendo Switch. Deze video's duren altijd super lang, want we halen alles 100%. Dat betekent dat we hem volledig uitspelen. Dus pak lekker even een chippy erbij, wat te drinken, ga er rustig voor zitten. Doe gewoon gelijk even je duimpje omhoog voor deze nieuwe video. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Zou ik heel erg leuk vinden. Ik heb hier paraplu-kracht. Ik denk dat ik die nodig ga hebben. Daar gaan we, Kirby. Waar gaan we helemaal naartoe, joh? Oké, voorbij de wolken. Oké, hoe werkt deze kracht ook alweer? Je springt gewoon en dan begin je te zweven? Oké, dus we kunnen hier op en dan... Ja, zo. En dan... Ja. Ik weet niet zo goed wat ik van deze kracht vind, als ik heel eerlijk ben, hoor. Weet je, ik wil deze gewoon weg hebben. Geef me gewoon deze. Dan kan ik gewoon zo... Hoppakee. Kan ik gewoon net als Link gewoon iedereen... Blam, 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 boom. Gewoon klappen. Dat is wat ik wil. Oh. Ja, dat gaat goed, Rick. Waar komen al deze enemies vandaan? Waarom komen jullie steeds opnieuw? Ga weg. Ik laat me gewoon deze kant op lopen. Zo. Hoppakee. Doei. Mazzel. Hoppa. Dit is wel leuk. Oh my gosh. Je moet wel echt op blijven passen. Dat bedoel ik. Oké, ik ga even onderlangs, jongens. Ik weet niet wat jij doet, maar ik pak jou wel even vanaf deze kant. Kan ik ook naar beneden slaan? Ja, dat kan ook. Dat zag er vet uit. Oké, deze dingetjes die vallen onder mij vandaan. Dit gaat goed. Ja, oké, hier is een uitgang. Ik denk dat ik die wel even moet pakken. Ik denk het wel. Wat is hier nog voor de rest? Ja, nee, dan gaan we gewoon door. Ja, volgens mij moet ik deze pakken. Hallo, wat is hier allemaal? Is een one-up. Dat kan zo. Oh ja, dan. Nou ja, prima joh. Laat me lekker zitten. Ik heb genoeg levens. We gaan gewoon lekker door. Die one-up die hebben we op dit moment niet nodig. We hebben 46 levens, joh. Easy peasy. Let's go, Kirby-Joni. Daar gaan we. Hier gaan we door. Even kijken. We gaan even nog hier dit lekker taartpuntje pakken. En wat gebeurt er als we dan hier nog verder kijken? Ik denk dat hier niks meer is, hè? Nee, helemaal niks. Oké, ik heb nog geen tandwielen gevonden. In dit level hebben we er dus 4 nodig om hem 100% te halen. Betekent dit dat ik heb ik dat echt nodig? Waarom ligt... Ik vind dit vervelend. Dit is irritant. Oh, hier moeten we naartoe. Ja, cool. Hier zijn allemaal spinnen. Maar die spinnen, die kunnen we best wel makkelijk verslaan. En dan hebben we hier het eerste tandwieltje alweer te pakken. Ik heb dus de paraplu-kracht niet nodig. Dat is fijn, want die hoef ik ook niet per se. Die vind ik niet zo heel leuk. Dus we gaan gewoon rustig zo naar boven. Ja, dan gaan we hierin. Oké, nu kan ik nieuwe krachten kiezen. Ik vind deze speer altijd wel leuk. Oké, dan kan ik ook lekker ver slaan. Daar hou ik wel van. Ik wist dat dit ging gebeuren. Ik denk, ik doe het toch gewoon, scheid. Er vallen hier sneeuwballen uit de lucht. Ja, en ik spring er ook gewoon tegenaan. Tuurlijk. Lekker bezig, Rick. Lekker bezig. Waarom laat je jezelf zo vaak raken? Ik heb geen focus nu. Huh? Mag ik alsjeblieft wat HP hebben? Een hamburgertje of een ijsje of iets? Zouden we deze dingen kapot moeten slaan trouwens? Misschien als we deze allemaal kapot slaan, dat er dan ook wel dingetjes uitvallen of zo. Ik bedoel, misschien vinden we dan wel een verborgen tandwieltje? Nee, nog niet? Nog steeds niet? Mag ik van jullie een... Oh, daar is een snoepje. Oh. Rick, wat ben je nou... Ik heb niks gezegd. Ik dacht dat ik wel makkelijk gewoon zo snel kon reageren, maar blijkbaar niet. Blijkbaar kan dat niet. En nu moet ik niet zo stom doen. En gewoon even dit snoepje pakken en doorspringen. En dan zo. Ja, cool. Huh? Oh, daar gingen we bijna weer, hè? Hier, ik kan hier wel naar boven. Ja. Dit had ik wel even gesniperd. Oké, cool. Tweede tandwiel is sowieso hier. Kijk, daar is die al, aan deze kant. Hoppa. Ik ga even wat testen, want ik kan volgens mij ook een speer gooien. Hoe gooi ik een speer? Ja, goede vraag. Ik kan wel mezelf opladen. Dat is op zich denk ik wel een goeie. Gaan we deze doen? Dan kunnen we een beetje zo zweven. Ja, dit is nice. Dit is cool. Maar waarom... Kan ik dan niet hier naar boven? Oh, daar kom ik net vandaan, joh. Ik ben echt niet wakker vandaag, jongens. Excusez-moi. Hallo, wat ben jij? Ik heb nu plant power. Oh, dit ziet er wel echt vet handig uit, trouwens. Dit ziet er heel handig uit. Oké, love it. We hebben ook de wind, maar eigenlijk vind ik deze plant power best wel cool. We even zorgen dat ik niks mis, natuurlijk. Dat hier niet iets verborgen is. Oké, cool. Plant power! Bulbasaur! Hier naar links is iets verstopt. Ja, dit zijn alleen sterretjes. Oké. Gaan we hier naar boven. Een beetje doorzweven zo. Ga weg met die gekke sneeuwballen. Hier naar beneden. Oh, hier ligt een M. Oké. Gaan we naar boven. Ik moet nog altijd wel twee tandwieltjes hebben. Zou hier wat zitten? Oh my god, dat was... Oh.
Daar zat wel wat, maar dat was een gekke sneeuwbal. Hier links zit sowieso wat. Kijk, tandwieltje. Is dit nummer 3? Ja, dit is nummer 3. We liggen op schema. Nu alleen nog nummer 4. En dan hebben we dit level ook weer gewoon gefixt. Zo te zien is het level hierna uitgespeeld. Dat zou dan toch hier moeten zitten. Ja, oké. Okay, dit moet hier ergens zitten dan. Niet hier beneden. Oh, wacht even. Rustig aan, joh. Rustig aan. Ik was nog helemaal niet klaar. We gaan hier naartoe. Gaan we even hier beneden kijken? Helemaal niks zit hier. Dan moeten we deze knop indrukken. Dan gaan wij nu moeten rennen. Ja, maar dat blokje dat valt gewoon naar beneden. Easy. Easy meezy. Ja, we hebben niet zo heel veel last van die spijkerblokken. Kunnen we hier naar beneden? Zou hier wat zitten? Nee, ook niet. Oké, spijkerbol nummer 2. Go, 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 go. Oh, en een spijkerbol voor mijn neus. Ook goed. Vind ik prima. Vind ik geen probleem. Doe maar al het werk voor mij. Helemaal goed. Bommetje. Hier, nog een bommetje. Oh, en dan, ja. En nu? Kunnen wij hier naartoe? Hier naar beneden? We kunnen niet hier naar beneden. Ik moest hier doorheen voor het tandwiel. Wat lullig. Wat lullig. Ik denk, ik ontwijk dat allemaal supergoed. Maar dat was niet de bedoeling. Dan gaan we dit gewoon even opnieuw doen. Dat is het voordeel. Als je zoveel levens hebt, dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Dus dan moet ik denk ik zorgen dat ik voor die kleinere bol kom. Dat ik die soort van inhaal of zo. Maar dat gaat niet. Dat gaat niet. Die kan ik nooit inhalen. Maar ik kan wel gewoon... Ik kan wel gewoon voor die tweede blijven. Ja, precies. Oké. Nou, dat was hem dan. De eerste level. Soms moet je gewoon wel eens wat opnieuw doen. Maakt helemaal niet uit. En door naar level 2. Ook hier moeten weer 4 tandwieltjes liggen. Kirby, ren er naartoe. Yeah. Wat is dit? Dit is Ninja Man, toch? Yeah, Ninja Man. Of in ieder geval Zwaardman. Let's go. Let's go. Dit ziet er wel uit als een leuk leveltje. Bam, 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 bam. Bam. Heel cool. Deze gaat kapot. Kunnen we er zo naar beneden? Ja, lekker. Dan kunnen we ook. We kunnen overal komen met deze ninja man. Woehie! In je oog. Kan ik dit blok ook kapot maken? Dat zou wel top zijn. Kan ik die slopen met deze man? Dat had denk ik wel gemoeten. Even kijken. We kunnen hem natuurlijk even zo pakken en dan... Oh, we kunnen gewoon dit blok opzuigen natuurlijk. Oh ja. Er zaten alleen maar sterren onder. Oké. Voor wat heb ik dit precies gedaan? Hou ze tegen. Met je oog. Goed zo. Deze opzuigen. Zandmonster. Ah, jullie kunnen niet bij mij komen. Nee. Heel vaak zit in het eerste stuk geen tandwiel. Dat valt me nu wel eens een beetje op. Zal ik jouw bommenkracht even pakken? Ik denk dat we die nodig gaan hebben namelijk. We moeten even goed opletten hier in dit stukje. Ik heb zo'n vermoeden dat die bommen, dat die tandwieltjes hier wel goed verstopt zijn namelijk. Hoppakee, op jouw bakkes. En eentje op jouw bak. Oh, niet op jou, wel op jouw bakkes. Heerlijk. Daar ligt een megabom, die moeten we meenemen. Ja, dan kunnen we alleen maar één keer springen nu. Dan moeten we even goed opletten. De bom is aan het groeien. Let's go. De bom is nog steeds heel erg aan het groeien. Let's go. Die moeten we hierop gooien. Boom. Net genoeg zo te zien. En dan hier doorheen. Eerste tandwiel zit sowieso hier verstopt. Dus even kijken hoe we dit gaan doen. Dan gaat die poort open. Als ik hier iets op leg. Moet ik er een bom op leggen dan? Oh wacht, ik moet een bom er doorheen gooien. Dat is het. Dan moet ik hem zo een beetje mikken. En dan, ja precies. Ik ben alleen wel bijna kapot omdat ik 100 keer op die stekels val. Lekker bezig. Mag ik alsjeblieft van één van jullie iets? Ik wil iets. Ik wil een taartje of zo. Mag ik een taartje? Ja, dankjewel. En van jou ook. Als jij je toch mee kon bemoeien. Zomaar bemoeien voor niks. Voor niks kom je bemoeien. Ga weg. Bemoei je niet. Bemoei je niet. Oh my god. Word ik nog geraakt door hem ook. En daar viel mijn sandwich viel er doorheen. Man. Ik ben echt uit vorm vandaag. Ga weg. Wegwezen. Laat mij gewoon even hieraan hangen. En dan hieraan hangen. En dan door naar het volgende stuk. Iedereen bemoeit zich opeens. Oh, ik wil jou... Oh, wacht even. Niet mij slaan. Ik wil jouw zwaardkracht. Oké, mag ik superpowers? Of mag ik sandwich? Nee, ik wil sandwich. Gun mij sandwich. Hebben jullie voor mij sandwich? Een taart, ook goed. Lekker. Dankjewel. Er komt nog een ninja man. Die heeft niks voor mij. Jammer. Let's go. Nog meer ninja mannen. Oké, ik denk dat de middelste... Nee, de middelste die laat mij naar rechts gaan. Ik ga wel iedereen verslaan. Zo, hoppakee. Ik wil nog meer leven. Nu ga ik me met jullie bemoeien. Hoppakee. Ik bemoei me met jullie. Dus even kijken. Dit is de sandwich. Dat is top.
Welke is dit? Dat is rechts. Ik bedoel de andere rechts. Namelijk links. Er komen nu twee enemies. Oké, er komen meer enemies. Eén enemy is kapot. Dat is bijna kapot. Lekker gedaan. Ik zie nog geen tandwielen hier trouwens. Zouden we een tandwieltje gemist hebben? Nee, hier hebben we ook geen tandwiel gemist. Nee, ik denk het niet. Ik kan het me niet voorstellen. Oh my god, die vijanden zijn er gewoon allemaal weer. Ga weg. Bemoei je nou eens niet. We gaan door. Oké, mooie brug. Mooie brug. Hier veel bommenmannen. We gaan weer bommenman pakken. Oké, cool. Bommenman weg. Bommenman weg. Poortje openmaken. Oh, hier komt de baas. Ja. Hier komt de baas. Hier, ik heb bommenman. Oh, hij lijkt op een Goomba. Mundo lijkt op een Goomba. Pak hem. Pak hem. Oké, dit gaat wel goed. Oké, hij heeft nog de helft van zijn leven over. Nice. Nu gaat hij kapot. Hij gaat bijna kapot. Come on. Pak deze Goomba. Mundo. Lekker. Pak zijn superpower. Oké, we hebben de steenkracht. Ben ik nooit zo'n fan van, maar ik heb hem gewoon gepakt. Want meestal heb je die dan wel nodig daarna namelijk. Huh. Boom. Oh, oké. Die was best mis. Kijk, hier bijvoorbeeld. Hier hebben we die nodig. Hier moeten we op al deze dingen drukken. Op al deze... Ja. Die palen moeten allemaal naar beneden. Wat is dit dan? Huh. Nee. Dit is super flauw. Oké, die derde moet je dus niet indrukken, jongens. Nou, gaan we maar weer expres kapot. Oké, dus deze wel. Ja. De tweede ook. Ja. Yay. Oké, nu kunnen we rustig door. Oké, nice. Nou, door. Wat is dit? Wat is dit voor een ding? Kan ik dit ook indrukken? Ik heb geen idee wat dit is. Oké, we gaan zijn superkracht jatten. Let's go. Oké, de super tovenaar Harry Potter. Let's go, tovenaartje. Oh, sparkle power. Oh, daarmee kunnen we deze dingen allemaal aanzetten. Ja, 4 en... Dat was het toch? Toch? Ja, kijk, oké. Dan kunnen we dit soort deurtjes openmaken. Nou, dit klinkt leuk. Dit klinkt top. Let's go, Kirby. Rennen. Hier is weer zo'n stukje. Dan moeten we hier bovenop staan. Kunnen we hun dan ook allemaal slopen? Ja, kijk, dat kan ook. Dat is top 4 en nummer 5. Cool. Ja, lekker. Deurtje open. Nog meer sterretjes. Lek ook. We kunnen die uppies, die levens, weer even terugverdienen nu. Dat is mooi. Bim, bam, 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 bam. Oh, nee, hoeft niet. We gaan door. Oké, hier weer zo'n stuk. Zo, hier zijn er echt veel trouwens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoppa. En ik heb gewoon eentje laten leven. Ik had gewoon één Waddle-Dee'tje laten leven. Wat lief van mij, hè? Hier zit sowieso een goed geheim, toch? Hier zit zo... Wow, oké. Okay. Oh my gosh, wat gebeurt hier allemaal? Dit is wel een hele leuke superpower. Daar 4. Hier 4. Oké. Okay. Die hebben we. En dan? Gaat dit omhoog? Oh, geheime wereld. Yeah, let's go. Superleuk dit. Mijn superpower is nu wel weg. Ik ben geen Harry Potter meer. Ik ben nu gewoon een muggle. Let's go, Kerb. En schiet die bom. Ja, yeah, cool. Oké, cool. Okay, we moeten dus waarschijnlijk steeds een bom schieten. Zo, ja, top. Moeten we hier ook een bom schieten? Oh, oké, dat ging mis. Let's go. Ja, top. Die ging goed. Moeten we hier iets pakken? Oké, sneller. Ja, gewoon eentje en dan... Ja, zo. En dan door. Ja, cool. Oh, nee, nice. Eentje pakken en schieten maar. Oeh, soepel. Lekker dit. Heel soepel. En dit? Wat ook, dan moeten we hier moeten we de 4 pakken. Oh, kom op, Kurp. Kom op. Schiet. Oeh, ja, lekker. Dat ging nog maar net goed. Oké, eentje, schieten. Maar wat als je die ene nou mist? Dan ben je echt de Sjaak. Dan heb je wel een probleempje, denk ik. Oké, we gaan hier eens een beetje zweven. We hebben hier steenkracht. Of steenkracht of paraplu-kracht. Dat vind ik allebei helemaal niks. Maar doe dan maar die steen. Wat moeten we doen dan? Wat gaan we doen dan, joh, met mijn steenkracht? Ik moet tegen Boldomer. Oh, die kan ik wel smacken zo. Smack that on the floor. Oké, de smackkracht is best wel nice. Nee, ik heb mijn kracht weggegooid. Oké, en nu? Nu moet ik wachten op zijn sterren. Oké, nou, Boldomer is bijna kapot. Ik wil iets. Ik wil een ster. Anders moet ik jou gaan schoppen. Dan moet ik dit doen tegen jou. Maar dat kan bijna niet hier. Oké, ik doe maar. Oh, bijna. Oké, Boldomer.
Ga eens even naar de grond. Dit is lastig zonder superpower. Oh my god. Dit is niet te doen, jongens. Kan ik niet iets opzuigen of zo? Ja, lekker dit. Dit is zo gemeen. Ik vind dit heel gemeen. En nou kom je aan die kant, dan kan ik je ook niet raken. Ja, dit is super stom. Er komen ook nergens sterretjes te liggen. Misschien kan ik hem in de lucht raken zo met deze move. Oké, proberen. Ja, dit is... Ik kan je... Nee, man. Ik kan hem helemaal niet meer... Dat vind ik zo flauw. Als die beschermd is, dan kan ik hem ook gewoon niet raken. Misschien... Ja, nee. Het lukt me niet. Het lukt me niet, jongens. Oh ja, ik heb die bal opgezogen. Ja, dat kon wel. Oké dan. Dat probeerde ik de hele tijd. Waarom lukte het de hele tijd niet en toen opeens wel? Nou ja, het is wel gelukt. Oké, top. Op het nippertje. Weer wat geleerd van een Kirby game. Helemaal leuk. Die ballen kan je dus opzuigen. Klinkt raar, maar het is echt zo. Kan er ook niks aan doen. Ik heb het niet verzonnen, jongens. In ieder geval hebben we alle tandwieltjes nu binnen. Kunnen we onszelf af laten schieten. Zo. Alles kapot. En het leveltje weer uitgespeeld. Nice. Level 2 klaar. Door naar level 3. Oké, go. We hebben hier last van de wind. Dan moet ik hier aan hangen en dan kan ik zo rustig aan door. Ja. Oké, ja. Dan gaan we gewoon dwars door die stekels heen. Dus dit nou... Laat me gewoon springen. Oké, wat, ik weet niet wat jij daar ging doen met je... Oh my god. Ik ben inmiddels alweer 4 keer geraakt of zo. Het gaat helemaal top, maar niet heus. Gaan we deze up kunnen pakken? Ja, die gaan we wel kunnen pakken. Oké, hier naar boven. Ja, dit gaat allemaal niet zo lekker hoor. Ik ben al bijna dood. Beetje vervelend wel hoor, dit. Het gaat helemaal niet goed, joh. Ik ben gewoon bijna dood hier. Oké, die banaan heb ik nodig. Geef mij die bananen. Eet veel bananen. Bananen zijn gezond. Hoe krijg ik het ook voor elkaar om tegen elke bom ook aan te vliegen? Dit is niet mijn dag, jongens. Ik heb het al eerder gezegd, maar ik word door alles geraakt. Oké, hier heb ik een super wapentje. Altijd leuk om deze te hebben. Kunnen alles kapot maken. Dat is heel fijn. Al die bommen kunnen dan weg. Hotseflots. Wegwezen. Naar beneden, jullie. Opzouten. Opzouten. Lekker. En verder naar boven. Dan hier hebben we nog wat. Ja, cool. Maar ik heb nog geen tandwieltje gevonden. En dat baart me wel zorgen. Ik heb nog steeds hier de superpower ding. Dat is chill. Ja. Mag ik... Ik moet sneller zijn, denk ik, dan die guy met die sleutel. Laat me sneller zijn dan die guy met de sleutel. Oké, ik ben, denk ik, sneller. Ik was sneller. Nu niet meer. Ik ben nu wel weer sneller. Oh, ik ben nu veel sneller. Guy met de sleutel. Kom hier, kom hier. Kom hier. Geef me die sleutel. Yes. Oké, tandwieltje in de pocket. En oké, dat was wel de eerste. Nice. Zou hierboven nog wat zijn? Nee, hierboven is niks meer. Oké. We liggen toch nog op schema. Die wind, dat hoeft niet van mij hoor, jongens. Dat vind ik echt niet noodzakelijk hoor. Als jullie dat niet per se willen, dan hoeft dat van mij ook niet. Oh, ik werd bijna opgevreten. Door. Nice. Oké, hier is een bom. Ik heb zijn superpower nodig. Ik heb die van jou nodig. Nee, ik heb die van jou nodig. Noob. Oké, dan kunnen we een klein beetje naar beneden. Volgens mij is die vijand dan straks weer terug. Ja, kijk, dat is top. Dat is altijd wel fijn dat die vijanden gewoon weer respawnen. Dan kunnen we gewoon wel hier doorheen. Waarschijnlijk voor het tweede tandwieltje. Energiebol, krachtbol ding. Oké, wat is de bedoeling? Sowieso is het niet de bedoeling om je op te laten eten door dit soort gekke wezens. Dank u. Die kunnen we blijkbaar ook gewoon opzagen. Ja, wat is dit nou weer? Daar kan ik toch niks aan doen. Kan ik die kapot maken dan? Oké, ik kan die wel kapot maken. Oké, dat wist ik niet. Gaan we jullie kapot maken? Hierboven zit ook iets. Kijk, zie je dat? Oh, er zit gewoon een ster. Oké. Gaan we hier aan hangen. En dan komen we als het goed is uit bij de krachtbol. Energiebol, ding. Lekker, nummertje 2. Het lukt ons wel. Oké, en door. Gewoon keihard naar boven vliegen, rennen. Niet letten op wat er allemaal naast zit. Dat boeit niet. En hier overheen vliegen. En klaar. Soepel. Kijk, zo ken het ook. Oké, we hebben daar ninja mannen. Ik weet niet wat die ninja mannen willen, maar ik ga één ninja man pakken. Die kan zo omhoog vliegen. Oh, dat is wel lachen. Oh, die kan ook zo naar de zijkant vliegen. Oh, dat is wel heel sick. Dan kunnen we... Oh, dit vind ik leuk. Dit vind ik heel leuk. Ik had denk ik aan de andere kant moeten zijn. Denk je ook niet? Of misschien maakt het niet uit. Rechts zit de krachtbol. Wat gebeurt er als ik die indruk? Oh, wacht even. Ik moet deze indrukken. Naar boven. Deze pakken en dan snel naar beneden. En dan hier weer naar boven, denk ik. Oh my god, maar dat moet super snel. Oh, en nu is het klaar. Of zo. Ik kan hier nog wel naar beneden, dus dat is chill. We kunnen dit een paar keer oefenen. En dan zo... Oh, we waren er bijna. Oké, ik denk wel dat het zo moet. Snel loslaten. En dan...
Zo, ja, lekker. Oeh, dit was wel leuk om te doen. Dit was vet. Deze was ook nog best wel moeilijk. En ik hou er wel van dat er een beetje uitdaging in zit. Vind ik wel leuk. Nu gaat iedereen vallen waarschijnlijk. Ja, iedereen heeft parapluntjes. Oké. Hoppakee. Easy. Oké dan. Deze superpower is heel nice, jongens. Is heel nice. Wee! Vleermuizen! Allemaal wegwezen! Kan ik deze ook echt kapot maken? Ja, dat kan. Oh, deze. Dit is echt Superman gewoon. Dit is echt Superman. Heel vet. I like it. Oké, naar boven, naar boven, naar boven. Er staat weer wat wind. Oké, we kunnen gewoon zo onszelf lanceren de hele tijd. Go, go, go. Oh, oh, oh. Ja, oké. Dan maar zo. Waar is die laatste krachtbol, jongens? Hopelijk hebben we er niks gemist. Hopelijk hebben we niks gemist. Die zal vast wel in dit stukje zitten ergens. Oh, daar zit hij al. Ja, hij was gewoon hier. Hij was gewoon hier. In de open lucht. Easy. Hieronder nog wat sterretjes. En ja, oké. Okay. Ja, dan is het alweer klaar. Ja, deze superpower is wel een van de leukste, man, tot nu toe. Door naar level 4. En weer zo'n chill muziekje. Oh, ik heb de superschoen. Het is altijd vet. De ijsschoen is dit. Dan kunnen we zo hierop. Ja, oké, okay, cool. Kijken wat dit allemaal is, hoor. Hier zo, via deze zo hierop. En dan hierop. En dan zo door. En dan, ja. En dan kunnen we ook op jouw hoofd. Heel nice. Hierop. En dan zo, 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 zo. Bovenlangs. Ja, yeah, easy. Het gaat goed, dit gaat goed. Ik weet niet wat ik allemaal aan het doen ben. Ik ben mijn superpower kwijt. Ik wou een nieuwe schoen pakken, maar dat ging even fout. Eén up erbij. Hop, en door, en door. Ja, en dan hebben we daar dus een ding. En de, ja, je weet wel wat ik bedoel. Een krachtbol. Oh, die kunnen we gewoon heel chill halen, zoals we een schoentje hebben. Ja, yeah, easy. Hé, maar waarom is mijn schoen uit? Waarom is mijn schoen opeens uit? Ik heb er helemaal niet om gevraagd. Nou ja, het zal wel. Dan ga ik maar lekker zonder schoen. Ik ga wel jouw power pakken, want die is ook best wel goed. Oei! Er gebeuren allemaal onverklaarbare dingen, jongens. Ik vind het heel gek allemaal. In ieder geval, we gaan zo over de touw. Ja, we wachten even tot de bommetjes voorbij zijn. Dan beginnen we weer zo te klimmen. Oh, dan hebben we hier van die pijlenbogen mannetjes. Ja, schiet maar. Schiet maar. Ik kom alleen even hier recht omhoog springen. Ja, en dan ga ik weer door. Ja, oké, doei. Okay. Wow, wat heb jij voor mega bommen, joh? Niet te doen. Zag ik daaronder nou een tandwiel? Ja, die gaan we gewoon pakken. Kunnen we gewoon zo tussendoor even pakken en dan gaan we weer zo omhoog. Ja, easy. Heel makkelijk. Ik ben blij. Het hoeft ook niet altijd allemaal moeilijk te zijn. Uitdaging is leuk, maar hoeft niet altijd. Oh, oh, oh. Oké, daar ging wel weer wat fout. Om dit stukje vrij te spelen moet ik denk ik naar boven. Ja, dan moet ik hier aan een hendel hangen. En dan gaat deze poort open en dan door. Oh, waar zijn we nou weer opeens? Oh, top. We hebben die Mac Power. Die vind ik leuk. Ja, deze is vet. Deze is vet. Ja, dit is super cool. Geef me maar gewoon de Mac Power. Ik moet waarschijnlijk weer tegen die boze de vliegvogel. Oh, of tegen een andere. Oh, ik moet tegen Super Bonkers. Oh, Super Bonkers. Let's go. Hup. Ik ga je vuur op je hoofd schieten, jongen. Zo'n grote vuurbal, jongen. Oh, oh, oh. Rustig. Rustig. Ik mag alleen jou raken. Jij mag mij niet raken. Goed zo. Word maar duizelig. Oh, oké. Okay. Oké. Okay. Oh, nee. Oh, rustig. Bonkers? Even chillen nu. Even chillen. Goed zo. Bonkers power. Super bonkers power zelfs. Let's go. Zo, jeetje. Oké, okay, dit is mega. King DDD zou hier jaloers op zijn, denk ik. Oké. Okay. Is dit de bedoeling? Ja, ik mag hopen dat dit de bedoeling is. Oké, okay, dus als we naar links... Ik ben er niet echt achter hoe ik nou die hele grote kracht krijg nog. Volgens mij moet ik dan heel goed ronddraaien of zo. Oh, wacht even. Dit is weer... dit is met die uilen. Ja, 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 oké. Okay. En dan kunnen we gewoon zo één klap geven, denk ik. Ja, oké, okay, cool. Ik zat al te kijken, wat moet ik nou doen, joh? Potverdikkie doos. Oké, okay, dus als wij helemaal gaan ronddraaien zo, dan krijgen we die mega hamer. En dan bam! Dan gaat het in één keer. Oké, okay, lekker. Nou, hoop ik maar dat dit de goede weg is die we opgaan. Okay, deze komen om zijn beurt. Ik moest even wachten. En dan moet ik nu ronddraaien. En dan... bam! Klap erop. Top. Okay, alles gaat hier gelijk kapot. Helemaal super. Helemaal nice. En dan hier ook een grote klap erop. En dan denk ik dat we hier het geheime leveltje krijgen. Dat ziet er wel zo uit namelijk. Eens even koekeloeren. Oh, gaan we gewoon naar boven. Dat kan ook. Dat kan ook. Dan zweef ik gewoon lekker mee. Dan ga ik aan de bovenkant mee zweven. Top dit. Ja. Yeah. En dan? Wat is dit allemaal? Ik geef gewoon overal een klap op wat ik zie hoor. Had ik door moeten lopen? Of is dit goed? Ik ben bang dat ik door had moeten lopen. Of niet? Alhoewel? Nee! Ja, we zijn wel goed. Super vet. Ja, cool, 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 cool. Daar gaan we! Ja, deze Kirby game is echt wel leuker dan Kirby Star Allies. Dat vond ik echt een vrij matige gameplay. Anders laat je jezelf gewoon even pletten. Altijd leuk, waarom niet? Oké, okay, focus.
Focus. Kan ook gewoon de hele tijd zweven. Gewoon zo. We gaan zo het level halen. La 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 la. Oh, oh, oh. Oké, hier kom jij. Zo, hoppakee. Lekker dit. Zo, oké, naar boven, ja. Dan gaan we deze eventjes zo lekker naar binnen werken. Die houden we even vast. Misschien moeten we die namelijk wel ergens op schieten. Ik heb hem nog steeds bij me. Ja, waarom niet, hè? Waarom niet? Oké, go. Gaan we hierop? Ja, kijk, die kunnen we dan daar... Oh, die kunnen we niet daarop schieten. Dan doen we het maar zo. Ook goed. En door, en door. Ja, we kunnen nog steeds gewoon zweven. Kan ook gewoon... Oh nee, laat me niet bovenlangs zweven. Ja, dit gaat prima. Dit gaat top. Ja, supertjes. Dan moeten we daar naartoe. Ja, dan gaan we hier tussendoor. Zo, en dan zijn we er weer. Holla, die. Hupsakee. En nu? Superpower kiezen? Ik ga voor deze. Of... Nee, ik ga toch voor deze. Vind ik toch leuker. Hallo, supervogel. Kom maar, boldomer. Hoppakee. Hopsaflats. Lekker, oké. Okay. Ik kan er nu net niet bij. Hij kan er nu net wel bij. Hij kan er nu heerlijk bij, trouwens. Oh, oh, oh. Oh. Even rustig aan, jij. Even rustig aan, jij, boldomer. Je bent nu hier. Ik ga je kapot maken. En dat was hem alweer. Ja, deze ging een stuk sneller dan de vorige. Lekker, hoor. Cool. Alle energiebollen weer binnen. En door. Alright, go, 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 go. La 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 la. We zijn weer, jongen. We zijn echt in een of andere fantasie-droomwereld. Mag ik jouw kracht pakken? Jouw Karate Kid Power? En dan nu naar wereld 5. De laatste wereld voor de boss battle. Dus even kijken wat we hier allemaal moeten doen. Het is wel hier wel stil. Een beetje guur ook. We moeten naar boven klimmen. In een toren. We hebben hier vuurpower. Oké. Wat is ook weer dit sterretje? Ja, ik ga voor dit sterretje. Deze vind ik wel chill. Ik vind die sterpower wel cool. Oké, we nemen de M mee. Oh, hey, wat gaat hier gebeuren, joh? Volgens mij is dit ook een boss battle. Of moeten we nu meerdere bazen verslaan? Is dat het wat we moeten doen? Ik heb inmiddels die M ook al gepakt. Ja, nou ja, jammer dan. Oh, rustig aan. Rustig aan. Pak hem. Pak hem. Oké, het gaat soepel op zich. Het gaat best wel soepel. Ik begin een beetje te schieten. Cool. Hij is weer gebotst. Ik ga nog meer schieten. Soms weert hij dingen af, hè, met zijn schildje. Doet hij goed. Oh, 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 oh. Twee keer slaan. Oké. Over de grond slaan. Gaat dit lukken zonder dat we geraakt worden? Het lijkt er wel op, jongens. Het lijkt er wel op. Pak hem. Nice. Oké, die is weg. Zullen we zijn kracht meenemen dan? Het is een zwaardkracht. Het is niet een superpower. Dus weet je, ik neem gewoon nog steeds mijn eigen kracht mee. Ik denk dat we meerdere bazen moeten verslaan. Oh, kunnen we deze pakken dan? Oké, we moeten toch die andere kracht meenemen. Zo, nu heb ik wel de zwaardkracht. Snoepje opeten en hoppakee. Dan kunnen we dus wel deze pakken. Dus elke keer moeten we hier na de baas gewoon die kracht meenemen. Oh, is het geen hele baaslevel? Jawel, toch? Ja, kijk, hier is de volgende. Dit is Moundo weer. Dus hierna moeten we de steenkracht even meenemen. Lekker, lekker. Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Dit gaat prima. Eventjes aan de zijkant. Ja, cool. Oké. Oh, hij gaat door. Ik dacht dat je al klaar was. Hij was ook klaar. Oh, ik word nu wel geraakt. Ik moet mijn zwaardkrachtje hebben, want die vind ik chill. Pak hem. Pak die Moundo. Lekker. Oké, cool. Nou, nu pakken we de... Oh, zijkracht pakken we mee. Die hebben we vast nodig. Lekker snoempie eten. Ja, kijk, dan kunnen we hier inderdaad zo deze blokken kapot maken. En dan hebben we deze tandwiel ding ook weer te pakken. Moet ik dan de volgende nu met de steenkracht gaan verslaan? Nou, op zich, je kan er wel lekker mee mappen. Dat wel. Kijk, een beetje zo naar boven slaan, dat werkt op zich wel. Hallo. Water, gallo, bors, bors, mors. Op je neus, jongen. Oh, ik had gewoon kunnen blijven staan. Oh. Rustig. Kunnen we nog blijven staan? Nee, niet helemaal. Oké, nu gaat hij dit doen. Dan gaat hij waarschijnlijk botsen en dan kunnen we hem hier slopen. Cool. Oké, soepel. Op zich wel. Waterkracht meenemen. Let's go. Dit vind ik wel leuk. Zo'n ultieme baas battle. Dit is cool. Oké, dan maken we hier dit. Maken we hier even allemaal steentjes van. Dan halen we steentjes weg. En dan hebben we die ook te pakken. Top. Toppie woppie. Dan moeten we nog één baasie verslaan, denk ik. Of misschien nog twee. Eén of twee, denk ik nog. Hopsiekidee. Ik ga wel die mecha power nu meenemen. Voor de volgende baas. Kunnen we gewoon van een afstandje een beetje schieten. Tegen Dubior. Hebben we die al gehad? Ik kan me niet herinneren dat ik een Dubior heb verslagen. Oké, botsen. Lekker. Piu, 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 piu. Oh, oh.
Waar kom je uit? Wat doe je? Doe eens rustig. Kalm aan. Oké, cool. Cool. Die is ook weg. Wat is zijn kracht dan van Dubior? Wat is dit? De elektriciteitskracht. Oké. Ik kan me niet herinneren dat we die hebben gehad, hoor. Hoe ga ik dit doen? Kan ik dan ook naar beneden mijn stroom doen? Ja, dat is het. Oké. Ja, zo dus. Die heb ik nog nooit gebruikt, die aanval. Maar je kan er dus naar boven, naar beneden, naar de zijkant. Dat kan dan weer niet. Zijn we er al? Is dit hem al? Ja hoor, lekker. Hoppa. Snel leveltje. Let's go. De baas, level 6. Ik ben wel onwijs benieuwd wat voor baas dit is. Want dit is eigenlijk dus het laatste level. Dat willen ze je doen geloven, maar dat geloof ik niet. Ik denk dat hierna nog wel wat levels komen. Ik denk echt niet dat we hem hierna hebben uitgespeeld, hoor. Dus even koekeloeren. Kunnen we nog een superpower gaan kiezen dan? Of wordt dit het? Ja, we kunnen echt uit alles kiezen. Die bokshandschoen is misschien ook wel een keer leuk. Of is die handig? Welke is eigenlijk fijn? Deze hebben we nog nooit gehad. Misschien is het leuk om deze een keer te proberen. Ik weet ook niet wat dit is trouwens. Oh, maar ja, dit is de Mac. Nou, de Mac is echt... Dit is mijn fijnste. Die wil ik gewoon hebben. Wee! Waar gaan we naartoe? We gaan naar het universum en daar voorbij. Wie moeten we gaan verslaan? Is het Metanite? Is het King Dedede? Wie zorgt er voor al deze problemen? Ja, of we pakken het cel gewoon mee. Ik bedoel, als die niet bewaakt wordt, dan pakken we hem gewoon mee. Maar nee, hè? Nee. Ik word belazerd. Wie belazert mij? Het is... Gouden Vliegvogel. Het is Super Doomer. Die zullen we waarschijnlijk een heleboel keer moeten raken. Voordat we die verslaan. Oké, we kunnen wel gewoon in de hoeken staan. Ja. Oké. We kunnen ook gewoon die bollen schieten. Dus dat is nice. Kijk hem gaan, jongen. Oké, dit zijn allemaal zwarte gaten. Oh, je staat naast me. Oké. Oké, prima als je daar naast me staat. Schieten. Ga je laag? Hij gaat laag. Oh, maar ik sta echt op de perfecte plek dan. Wacht, wat ga jij doen? Oh, je komt omhoog keihard. Hoppakee. Oh, je hebt dat ding in je mond, hè? Kijk, maar we kunnen gewoon hier blijven staan. Dit is wel een hack, hoor. Dit is een flinke hack. Oké, pak hem. Dit is echt zo... dit is zo makkelijk. Maar op dat moment word ik dan natuurlijk gewoon gelijk geraakt. Hij gaat me nu ook raken, denk ik. Ja, dat dacht ik al. Blijven schieten. Maak die boomer doomer kapot. Super doomer. Ja, hij leeft nog wel. Oké, ja, we zijn er nog lang niet. We moeten eerst al deze enemies even verslaan. Oké, dat kunnen we wel doen. Wat is dit voor grote huge-ass bal, jongen? Hoe gaan we dit fixen? Vraag ik me af. Ik heb deze kracht nodig. Super Link Ultra Zwaard. Boom! Heel vet. Dat is één. We doen nu gelijk hoppakee, nummer twee. Ja? Ja, dit gaat goed komen. Op. Pak hem. Oh, dit was verkeerde timing. Nu dan. Nummer twee. Lekker. Awesome. Oh, maar nu slaan we gewoon alle vijanden kapot. Dan komt hij zo weer naar voren. En dan, op, wordt het nummer drie. Bam! Op je baccaroni, jongen. Op jouw baccaroni, vriend. Hier. Oh, je matties zijn ook weg. Kom maar weer naar voren. Wat ze vlot. Bam! Super Doomer. Nog één klap. Oh, die was mis. Nu dan. Klaar met jou, vriend. Klaar. Heel nice. Daar gaat hij. Ja, spuug maar uit. Spuug maar uit dat zeil. Ik heb het nodig. Dank u. Dank u wel. Yay. Ja, het was niet de allermoeilijkste eindbaas, als ik heel eerlijk ben. Maar hij was wel leuk. Doe je dans, Kirby. Doe je dans. Mago Lore, ik heb het laatste deel voor je schip. Het zeil. En nu kan je lekker gaan vliegen. Je schipje is weer compleet. Maar ik wil waarschijnlijk wel met je mee. Want ik wil weten waar je naartoe gaat. Je gaat niet zomaar weer weg, toch? Ik bedoel, we zijn nou matties geworden.
Ik heb wel zin in een vakantie. Ik ben wel toe aan een vakantie. Kirby heeft hard moeten werken. Hij verdient een vakantie. Yay! Magaloy! Wow, het is je geluk, Kirby. De Lord Starker is terug van weg geweest. De roeispanen, de twee vleugels, het embleem en de mast. Yep, hij is weer helemaal zoals hij moet zijn. Ik heb zo lang gewacht op dit moment. Jij bent een echte held. En beloofd is beloofd. Tijd voor een reisje naar mijn thuisplaneet. We zetten koers naar Halkandra. En dat bevindt zich in een hele andere dimensie. Het is hier heel ver vandaan. Maar de Lord Starker kan ons in een oogwenk heen en weer vliegen. Heb je je koffer al ingepakt? We gaan op vakantie naar Halkandra. Oké. Very nice. Ja, King Dedede en Meta Knight, die stonden er ook bij. Ja, die hebben niet echt iets gedaan in deze game. Alsof het opeens maar matties zijn en zo. Maar dit is de andere planeet. Dit is planeet Halkandra. Het heeft een gouden boom, zo te zien. En daar gaan we. There we go. Met z'n allen. Yeah. We vliegen door de kosmos met allerlei gekke kristalletjes. Dit lijkt wel op een Mario plus Rabbids wereld, als ik heel eerlijk ben. Heel nice. Maar wat gaan we vinden op die planeet? Oh, dit ziet er niet uit als dat het heel erg vriendelijk is hier zo. Oh, we worden zelfs beschoten. Nee, ja, moeten we nou weer opnieuw beginnen op deze planeet of wat? Straks moeten we weer alle onderdelen verzamelen. Er zit hier wel een mega vierkoppige draak op een of andere rots. Oh jee. Oh jee. Magolor, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Ja, dit is er aan de hand. We zijn beschoten inderdaad door een superdraak. Deze draak. Moeten we die soms kop voor kop gaan verslaan of zo? Iedereen is geschokt. Iedereen in de stress. En Magolor denkt, wat heb ik gedaan? En Kirby denkt alleen maar, oh joh, geen probleem. Ook dit fixen we wel voor je, Magolor. Wij zijn jouw matties. En ik ben Kirby. En ik ben King Dedede. En ik ben Waddle Dee. En ik ben Meta Knight. En ik knik alleen maar, want ik ben stoer. Gaan we het dan dit wel met z'n allen doen? Dat zou vet zijn als die anderen ook gewoon een rol gaan spelen. Maar dat gaan we zien in de volgende video. Dus jullie weten wat je moet doen. Als je nog niet op het duimpje hebt geklikt, doe dat. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie gewoon weer bij de volgende. Mazzel!